Het is weer tijd om geld weg te geven. 50 euro om precies te zijn. Het enige wat je hoeft te doen is mij op Snap toe te voegen, NSXDM, en vervolgens een Snap te sturen dat je de video helemaal hebt afgekeken en dat je me volgt op Insta. Simpel toch? Blijf helemaal kijken tot het einde voor een gekke plot twist, want ik denk niet dat jullie hem zien aankomen. Geniet van de video. We hebben veel money gemaakt, maar ja toch? Uiteindelijk bro, die game is komen van mij man. Brother. Wat? Doe het niet. Bro, hoe jullie mij hebben gedaan in Chilla, hoe jullie geen brief hebben gestuurd. Direct tijd, doe het. Lesio, sorry man. Lesio! Hand omhoog. Hij moest, kom naar binnen. Hou je hand omhoog. Weet je het zeker? Maak hem los. Een beetje handen. Maak stoms hier los, nu. Ik ga je even vastboeien. Zie wat met je gebeurt. Je denkt echt dat je echt geboeid bent. Hand omhoog. Dacht je nog te fucken met ons? We hebben het onder controle. Wow. Echt zo, ja? Echt dat ik jullie zou neien? Bro, ik vertrouw je niet, man. Jusso, kun je nog steeds niet. Ook, doe normaal, bro. Nee, hij heeft het afgesproken. Bro, dit was allemaal het plan. In plaats van jou, bro. Even serieus, man. Jij zou vervelend zijn, ik weet 100% zeker. Nee. Wauw, ik heb nog meer te gaan. Kijk ze daar. Ik zie je. Maar dat zijn gehouden. Allemaal op een rijtje. Wow. Hey, zet die blonde ook op een rijtje daarnaast. Eina. Laat ook niet naast die rare blonde staan. Ik ga je helemaal voor je gezicht doen, hoor. Nee. Nu sta je hier. Bro, wat ga je met je rug, bro? Kijk ons aan. Bro, je moet ons aankijken, bro. Ik blijf kijken. Kijk ons aan. Nu. Kijk, boys. Kijk, jullie dachten vanaf het begin al dat ik informant was, dat ik op mijn gang zou snitchen, al die dingen. Kijk wie ik hier nog heb gevonden. Nog eentje. Wie is dit? Wat? Ik heb nog iemand van jou gevonden. Wow. Nee, is dit die helm af? Die helm is af. Trek iemand die helm van... Trek die helm van die ED af. Een baller! Kijk ze. Deze hebben jullie zeker in het casino gevonden. 1, 2, 3, 4, 5 man! Wauw. Best wel ironisch eigenlijk hoe jullie knap, mij zouden houden. Helemaal botersokje. Wat zei je? Ja, inderdaad, ja. Je weet het van mij, altijd met chest. Ik ga gewoon heel simpel met chest. Maak ons niet dood, hè? De man begint te huilen, broer. De man begint gewoon te kriegen. Ik zie gewoon een traantje vallen daar zo. Ja. Dus jullie hebben zulke mannen in jullie geroepen. Kijk, het is gewoon heel ironisch. Zeg maar, jullie wouden mij houden bij die winkel. Jullie dachten, jullie konden die man gewoon getten zonder dat er iets zou gebeuren. Dat ik me makkelijk zou overgeven. Dat ik makkelijk op een gang zou switchen. Hebben jullie het nagedacht van, hij doet het wel heel snel? Broer, ik heb al vanaf day one heb ik al. Kijk, van jou wist ik dat je een beetje twijfels had. Maar Mike, jij bent daarentegen, jij was zeg maar snel geswitcht, man. Hoe bedoel je geswitcht? Bro, je vond dit, eerlijk, dit was te mooi om waar te zijn, kom op. No cap, maar mensen van Get Back Gang switchen vaker zo snel. Dus ja. Wauw. Bro. Wow. Heeft zijn handje van een rol, dus misschien wel, ja. Is ooit geswitcht, bro. Noem namen, bro. Ik heb genoeg informatie aan Botersok. Voordat jij terug uit Jilla was, Botersok was een grote switcher. Bro, wat? Dat is wat ik je zeg. Bro, wat? Botersok, ik ga even later met je opraten, jongen. Broer, wat? Hij is de grootste kepper, broer. Hey, anders moeten we denk ik tape op die man in hun mond plakken. Bode, luister goed, broer. Luister goed. En je lens, kan je niet tegen de waarheid? Doet het pijn? Bode, luister goed. Je neemt het wij. Ik denk dat ik dit niet had verwacht. Broer, jij moet weten dat wij weten wat jouw vrouw is, waar je kinderen zijn, je bro, dossier. Bro, die bestaan allemaal nog, hè? Bro. Ik denk dat op het moment dat wij jouw vrij hadden gelaten. Yo. Lesio. Leg die man uit dat ik helemaal geen kinderen en wifi heb, broer. Die man denkt ik geen wifi en kinderen. Hij denkt dus. Heb je nou de verkeerde gepakt? Is op zich. Je hebt gewoon verkeerde familie gepakt, jij oplichter, jij. Bro, denk nou echt dat ik een echt adres zou geven, een echte ID-card, een echte story over kinderen en wifi. Bro, ik ben al mijn hele leven solo, bro. Bro, één ding is niet verkeerd. Eén ding heb ik niet verhaald, het is jouw dossier. Bro, die dossier is... Bro, pak die dossier. Wat gaan jullie mee doen? Op Insta zetten? Bro, jij gaat jarenlang ga je... Bro, politie pakt me überhaupt niet, broer. Al zouden ze het dossier hebben. Wat gaan ze doen, bro? Toch ben je eerder gepakt. Ja, en ik ben ook weer eerder uitgebroken, bro. Ik heb een hele gang achter me staan. Als ik dit dossier inleven, broer. Ben je zo raar in die jella? Waar was die gang toen je gepakt werd? Ook nog een snitch. Broer. Wauw. Dit dossier zorgt ervoor dat jij gaat moeten rennen. Ah, ga weg, man. Bro, je gaat nergens stil kunnen zitten, bro. Je gaat in onze chillen, je gaat op je hoede moeten zijn. Je gaat links en rechts moeten kijken. Bro, ik sta op Interpol, bro. Ik sta op Interpol, bro. Niet maar hoe ga je die dossier versturen als jij hier er... Sta je ook nog op mijn Interpol, broertje? Bro, je moet niet vergeten dat ik hier de macht heb. Ik kan nu gewoon een kogel in je hoofd stoppen en je gaat precies niks doen met het dossier. Zeg je eerlijk, broertje, dat is misschien een verstandige keuze voor jou. Als je die kogel niet door mijn hoofd heen gaat, gaat er iets anders gebeuren, bro.
Wat gaat ik denk je hebt de ballen er niet voor. Hij wil nog... Heb ik de ballen er niet voor? Broer, ik heb denk je hebt de ballen er... Ik denk je... Ja, daarom... Kijk je, je knie kapot. Oh, dit? Schijf, broko. Pijn. Allemaal uit die boeien, broer. Broer, ik ga niks doen, broer. Sta daar dan met chance, broer. Sta daar niet als een bitch. Ik sta daar als een bitch, broer. Wie staat hier met lange loop tegen zijn ede aan? Ben ik dat of jij dat? Het is, okay, is wel ironisch, weet je waarom? Hun hebben mij precies hier op deze plek, daar zo, hebben ze me gehouden. En nu staan zij hier. En nu staan jullie nog in die afvalbak gewoon. Het verschil is wel, wij staan met Chess. Jij stond als een kleine bitch daar. Als een kleine bitch, maar kijk wie hier nu staat. Kijk wie daar met je staat in zijn knie schijf. Hij moet de operatie zo meteen doen. Je staat hier met meerdere bitches, bro. Hey, Badr, ik heb zo'n gevoel, ze nemen ons niet serieus. Is het geen idee om af als een kogel door iemand zijn kop heen gewoon te schieten, dan kunnen we even laten zien dat we echt gewoon serieus zijn. Laten we beginnen bij die blonde daar. Weet je wat ik denk dat we gaan doen? Ja, alsjeblieft. Weet je wat ik denk dat we gaan doen? Je durft wel bij de kleinste, hè? Je durft wel weer. We gaan gewoon... Iedereen krijgt gewoon zijn eigen PC. Iedereen gaat gewoon even ready staan. En iedereen mag een persoon uitkiezen op wie die wil schieten. Ik wil deze, man. Vervolgens gaan we aftellen en schieten we allemaal tegelijkertijd gewoon dood. Ja, nou, dat is voor pussy, man. Om 1-1. Wat 1-1, man, bro? Broer, ga dat afhandelen met Chesto. Boys, ga staan op positie. Nee, dit doen. Ga je niet met mij. Botersok, als je nou een man bent, maak je me nu los als je het doet. Broer, als je een man bent. Luister. Ga staan op die lijn. Dacht ik al. Ga staan op die lijn. Iedereen staan op die lijn. Iedereen naar achter, staan op de lijn. Doe alles wat jullie willen. Iedereen staan op de lijn. Kijk dit elftalletje nog. Ze luisteren wel goed. Hey boys, iedereen staan, richten. Hey, wat hoor ik buiten Lens, joh? Hey, bro, hoe is je helikopter of zo? Kijk eens even. Ik ga kijken, ja? Boys, jullie hebben die wapens wel heel snel laag gezet, maat. Hoe joh? Blijf richten. Broer, als je nu gaat schieten, broer, je weet zelf wat er gaat gebeuren. Ik hoor hard die helikopter, broer. Ik hoor die sirenes. Ik hoor die ook. Hoor ik allemaal, broer. Heeft iemand geschoten van ons? Nee? Ik dacht dat je niet gezorgd werd, jongen. Badder! Hoe is dat Tantus Koto buiten, broer? Wat? Tantus Koto buiten, we zijn omsingeld. Kijk buiten, kijk. Pas op. Staan gelijk buiten, gewoon voor. Zie je daar? Anders, man. Undercover is alles, man. Ah, fuck, man. Hé, luister, we hebben een groot probleem, man. We zijn omsingeld door de politie. Wat gaan we nu met deze personen luister, doen, man? Luister, als we hun gaan afknallen, politie gaat het horen, ze gaan binnenvallen en wij zijn de lul. We hebben Glocks en hebben gewoon M16's, alles, snap je? DC is er, Kamar is er, politie is er. Dus wat we gaan doen? Heel simpel. Ik ga jullie allemaal ontboeien. Jullie gaan zo meteen wapens pakken uit de kofferbak. Ik pak één voor jullie als hostage. Ik loop samen met Lensio naar buiten. We gaan zeg maar onderhandelen. Wanneer die onderhandeling klaar is, iedereen stapt in de waggie. We gassen. Oké? Okay? Inclusief hostage. Comprehendo? Zie. Laat me die mannen losmaken. Ik wil niet vergeten, een rare beweging, schiet je alsnog. Het wordt geschoten. Weet wel, als ik je leeftijd kom, het rood of fout zijn. Luister, pak ijspijs even als hostage, Lensio. Kom, we gaan samen naar buiten. Wakker, kom. Trouwens, ik vind die blonde denk ik leuker, man. Ah, kom joh. Oké, jongen, dit moeten we snel gaan fixen, man. Hoofd is heet. Tanto auto's ook. Singled. Hey, hou je hoofd gedreist. Yo. Hallo, heren. Hey. Mijn naam is Krim Korter. Is iedereen daar in orde? Iedereen is in orde. We hadden een klein akkefietje onderling met een andere groepering. Dit hebben we intussen ook opgelost. Maar ik heb gemerkt dat jullie er vanaf weten, in ieder geval, om het zo te zeggen. Broer, ik zie DSC alles en shit, man. Ja, dat is niet aan mij te bepalen. Maar wat willen jullie bereiken? Kijk. We hadden gewoon een onderlinge iets. We hebben dat opgelost. Jullie hebben ons gezien met wapens en alles. Je hebt mijn gezicht gezien. Ja. Wij komen hier gewoon om te onderhandelen. We hebben deze hostage. Wij willen gewoon een vrije doorgang. Jullie mogen ons achtervolgen. Catch me if you can. Weet je toch? Simpel. Oké. Vrije doorgang. Catch me if you can. Ja. Hier staat ook iemand op het dak. Oké. Pardon? Echt hoor. Kan ik vragen dat alle hostages in orde zijn? Als mentaal, als eten, voedsel. Bro, geloof mij, iedereen is in orde, bro. Tenzij je naar binnen wilt, mag ook. Ik kan naar binnen komen als je wil. Nee, dat hoeft niet. Ik ga met mijn collega's bespreken en u zult wel iets horen. Goed? Oké. Top. Oh ja, ik zie hem hoor, hè? Ja, man, denk hij is sneaky. Ik had hem nog niet eens gezien. Luister, Fernando. Bro, wat gebeurt er allemaal, broer? Wacht. Hé. Hey. Ga je telletje allemaal? Luister, waar liggen die wapens van hun? In waggies. Hey. Wie ligt waar, zeg maar, qua nakkoes? Qua waggies? Gewoon één waggie, meerdere waggies? Ik denk één waggie, toch? Ja, toch? Regel voor hun die nakkoes. Ik heb hier nog eentje in mijn handen van iemand. Volgens mij is die voor jou, Mike. Wakka, kom. Ik zeg Mike, broer. Heel de buurt komt op mij aflopen. Lilo. Ik heb maar in mijn tasje als je wilt. Kom allemaal. Dat is één. Hoe is, gaan jullie nog die nakkoes regelen of gaan jullie hier staan? Yalla, zit, man. Ah, oké. Okay. Hi, Lensio.
Alles is binnen geregeld, ja? Ja, ja, toch? Ze pakken nu hun nakkoes. Hé, maar weet je wat wel het probleem is? Wat? Stel je voor we overmeesteren hun, er staat wel iemand op het dak. Klopt. Eigenlijk. Nou, is er iets dat jullie willen vertellen dat jullie zo staan? Is er wat te zeggen? Ik heb net alles uitgelegd aan je collega. Wij komen zo meteen met meerdere mannen naar buiten. We pakken de auto, we gaan weg. Jullie mogen ons achtervolgen. Jullie mogen hier blijven. Het dit was is catch me if you can, hè? Ja, het catch me if you can. Dit is de enige hostage die we echt hebben. Binnen zijn er geen doden, er zijn geen andere mensen. Tenminste, er zijn geen andere hostages. Er zijn wel andere mensen binnen, maar die komen ook allemaal naar buiten met wapens. Niet van schrikken. En ja, het zit eigenlijk. Mag ik vragen met hoeveel jullie zijn? Man of wat? 20? Niet schrikken. Oh, wow. Oké, ja. Dus haal ook, doe ook geen domme dingen, want wij zijn in principe in staat om jullie te overmeesteren en iedereen dood te schieten. Dat gaan we niet doen. Want wij hebben nogmaals niks met jullie te maken, jullie hebben niks met ons te maken. Weet toch, we hebben respect voor jullie families en dat soort dingen. Dat ook. Wij willen ook natuurlijk levend. Dit is geen overval of iets, snap je? Dit was gewoon een onderlinge issue die wij als twee groeperingen hadden. Dit hebben we opgelost. Jullie zijn erop afgekomen, dat kan ik begrijpen. Jullie zijn hier om de staat te beveiligen en om alles te waarborgen. Dus wij respecteren dat. Wij willen ook geen gevonden hebben hier zo of dit of doden laten vallen. Het is allemaal niet nodig. Wij gaan gewoon onze weg. Jullie mogen ons achtervolgen. En als jullie ons pakken, dan pakken jullie ons. Want jullie hebben wel gewoon het recht om ons te pakken, snap je? Ja, ik heb deze vraag net al aan je collega gesteld. Maar het is een beetje opvallend dat er nu op onze DSI wordt gefocust. Die is nu al twee keer beschoten. Vanuit ja, er werd geschoten vanaf daar. Iemand met een... Nee. Dat is niet van ons. Ik heb je al gezegd. Dus we hebben niemand buiten. Zeg maar, iedereen die binnen is, is binnen. Oh, dus jullie gaan ook niet op ons schieten als wij nu op mensen gaan schieten die van buiten. Nee, klopt. Dus laat al je kogels los, maat. Maak ze dood. Leg ze neer. Dat heb ik net al gezegd tegen die collega iedereen, die daar staat. Iedereen van ons is gewoon binnen, man. Dus iedereen die van buitenaf loopt te schieten of iets, leg hem maar neer. Ja. Maar ik moest wel zeggen dat als er nog één keer wordt geschoten, dat het wel anders gaat lopen. Maar, niet ja, maar dat is niet van ons. Dus het is echt niet van ons. Maar, laat dat maar zitten, collega, want tegen 20 man kan ik alvast doei zeggen. Ja, dat heb ik. Ja, ik kom wel weer hierheen wanneer wij groen licht gaan geven. Oké, dan ga ik iedereen klaarzetten hier buiten, ja? Dat is goed. Ja, yes, dan kan je dat doen. Goed. Ja. Succes. Oké. Okay. Hey Lensio, maak even die call naar Porto, dat iedereen naar buiten moet komen. Ah, wacht. Hou deze even onder schot. Oké, boys, jullie kunnen naar buiten komen. Auto's, iedereen instappen. Kom, boys, stap in. Laat me instappen. Nog niet wegrijden, hè? Nog niet wegrijden. Gewoon in je auto zitten. Even allemaal in een rijtje staan. Hey, allemaal rijtjes van twee. Rijtjes van twee. Dus jij gaat vooraan staan. G-Wagon, jij gaat erachter. Andere G-Wagon, daar iemand in. Hey. What the fuck? Is iedereen buiten? Ja, volgens mij wel. Leg deze rode auto naast die andere Maybach. Even kijken of er niemand meer binnen is. Leeg. Gek hoe het hier is begonnen, man. Zo'n lang verhaal. Zoveel tijd en moeite. Om uiteindelijk samen te werken en weg te komen van de politie. Echt gek. En in ieder geval, ik kan doei zeggen tegen deze plaats. Iedereen staat hier ready. Zoals jullie zien, de filmman kwam naar buiten. Iedereen zit in de auto's. Oké, ja. En ja, dit is het eigenlijk, man. Is dat de enige hostage dat jullie hebben? Mhm. Oké, goed. Ik wil voor haar dat ze hier blijft. Is dat oké? Stap eruit. Ja, zij kan gewoon hier blijven. Oké, top. Zeg maar wanneer jullie klaar zijn en dan zal ik een licht geven. Ik ga in de auto zitten en dan laten we 59 afspreken. 59? Wat bedoelt u met 59? Wow. Tijd. Stoelen moet weg. 59. Het is nu 57. Ah, oké, goed, top. Ja. Oké. 59, hè? Ja. Boys, ga in de G-Wagon. Welke? Deze? Ja, die is leeg. Ja, deze? Ja, pop. Zeg maar wanneer we gewoon licht krijgen, man. Ja, 59. Hey, Lesio. Hij is nog vol. Ja. Laat die hostage los en stap in. Ja, 59. Ah, ja, toch? Tot echt zo. Gaan? Doen licht. Ja. Lusso, we hebben niemand achter ons aan. We zijn allemaal achter die andere aangegaan. Nee, we hebben niemand achter ons aan. Ze zijn allemaal achter jullie aangegaan. Wij kunnen even klaarstaan. Gaan we klaarstaan, boys, ergens? Hebben jullie hulp nodig? We hebben een 6-7 geslaagd. Lusso, we hebben Kamar, die is aan RGSM voor de... Hou het rustig. Hou het rustig, hou het rustig. Groet bij het theater. Pik mee. Boys, moet iemand moet snel klaarstaan, broer. Snel, boys. Iemand moet snel klaarstaan. Welkom theater. We gaan daar nu heen. We zijn nu bij Alta BB. Holyfelder, tattoo shop, snel bij. Tattoo shop. Zijn heet dat Pilar. Pilar, boys. Nieuws zal er komen. Hier. Pilar, ofzo. Hier zo. Hey, wij zijn klaar bij de tattoo shop. Ik sta daar met Akka.
denk de lijpe shoe dat hierboven. Rechts? Ik hoor het al. Nee, voor, rechtdoor. Volgens mij links kwamen schoten. Kijk, ik zie die auto's al staan. Ze zijn hier links, dat is een shootout. Die dropjes. Oh ja, kom. Hier rechts. Hier voor ons, voor ons, voor ons. Politie, politie, politie. Bob rechts. Rechts, Bob van je. Rechts, Bob rechts. Iedereen doet je dan. Niet in het openstaan, niet in het openstaan. DC op berg, DC op berg. Rechts, DC. Ik push naar rechts. Er staan nog aan het hulp. Ik ben het dak op, ik ben het dak. Ik ben met je. Boys, geef antwoord. We hebben shootout met Olievelden. Shootout, Olievelden. Kom, 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 instappen dan. Ja, doe rustig, jongen. Jij rijdt helemaal weg, kom. Allemaal zwarte G-Wagon hier zo voor. Groene G-Wagon jij ook. We hebben die mannen gesmoked. No cap. Iedereen is volgens mij laaggegaan van het korps. Ja, man. Dat is een goede shoot. We zijn gewoon vrij uitgegaan, man. Een rare shoot. We hadden die ding echt onlock gewoon. Ja, gelukkig, man. Achter ons hierboven is Kamar HB. Ja, geen stress, bro. Iedereen is dood. Ja, klopt. Je hebt gelijk. Wat gaan ze doen? Wil je ook drift? Shit, kun je niet. Het strandje beneden bij Kamarpost. 9395. Oh, dit? Wauw, zo rustgevend. Ja, man, zeg dat wel. Daar sta je. Ze hebben er toch nog allemaal levend uitgekomen, hè? Ja, crazy. Hey, waar is je Mattie Mike? Hij is onderweg. Oh ja, toch? Oh, boys, ja, toch, uiteindelijk, zo zie je maar. We hebben wel veel gemeen met elkaar. Ja, toch? We stonden daar, we stonden op het punt iedereen af te knallen en weet ik veel allemaal. Hij staat nu. Zijn we allemaal veilig, safe. We kunnen zometeen allemaal naar onze gezin thuis veilig. Ik niet, maar voor de mensen die een gezin hebben. Weet je toch? Ik, weet je wat, laten we het gewoon laten voor wat het is. Laten we die hele beef scotten gewoon. Ja. En bro, we staan ook bij elkaar in het krijtpc, toch? Ja. Toch, jullie zijn niks kwijtgeraakt, wij zijn niks kwijtgeraakt. Uiteindelijk leeft iedereen nog. Zeker. Wat zeg je met zand erover? We kunnen zand erover gooien in de hand. Gewoon letterlijk, gewoon hier is zand. Hey, laat maar wat zand pakken. Nee, dat is. En mijn broer, we kunnen zo hier bellen. In de toekomst kunnen we misschien elkaar nog helpen ook. Ja, toch? Dan kijken we de toekomst in. Daar hou ik niet van. Oh, ja. We houden gewoon een beetje zand eroverheen en dit. Okay, ja. Waarom een beetje? Dat ik niet ga chillen met iemand gaan naar bokersoppen. Ja. Wow. Nee, maar gewoon een beetje zand eroverheen. Weet je toch? Als we elkaar zien op straat. Ik zie jullie niet meer als mijn enemy, want we hebben elkaar geholpen. Laat me zo zeggen, als we niet met elkaar waren, ik kan je garanderen dat we de mannen verloren. Ja, man. Dat in die fight net hadden mannen verloren, kan ik je garanderen. Zo wie hier hadden gestreden, zie ik wel iets in de toekomst. Ja, hoe jij het zegt, dan zie ik wel iets in de toekomst. Je ziet gewoon potentie. Ja, toch? Choose. Rich nigga got a lot of juice. Shout out to my lawyer, that boy smooth. I been saving money like a Jew. Still pouring up by the deuce. Nigga, who the motherfuck is you?